Veiligheid staat bij KLM voorop en daarom worden al onze kisten om de zoveel tijd gecheckt. Ik ben nu in hangar 14 omdat deze A330 nu aan de beurt is. Ik sta hier met Dennis. Dennis is GWK. Dennis, wat is een GWK precies? Nou, GWK staat als grondwetendeskundige. We mogen inspecties lopen, troubleshooten, noem maar op. Wat zijn we aan het doen? Ja. Deze kistje staat hier voor de C-check. Ja. Wat houdt de C-check precies in? Om de 24 maanden gaat hij in de hangar voor een redelijk grote onderhoudsbeurt. En dan wordt hij geïnspecteerd. En de motor is net afgehaald en er komt nu weer een nieuwe op? Ja. Die motor die moest eraf door omstandigheden en nu komt er een andere motor op. Ja, ik sta nu met Tom in een lege cabine. Want Tom, hier wordt een hele nieuwe business class ingezet, toch? Ja. En dat heet de CMU. Waar staat Cabin dat voor? Midlife Upgrade. Cabin Midlife Upgrade. De wanden worden opnieuw bekleed, andere vloerbedekking komt erin. Het type stoel is anders. Ja. We krijgen flatbed, helemaal liggen. Nou, alle stoelen zijn eruit. Kan ik even genieten van de voorstelling. Zo, de nieuwe business class stoelen staan erin. Nou, even een fun fact. Dit zijn de nieuwe tapijten van het vliegtuig. En die zijn dus gemaakt van oude KLM uniformen. Tijdens de C-check is het proefdraaien van de motoren en andere systemen ook heel erg belangrijk natuurlijk. Alles wordt getest, alle systemen, alle knopjes, om te zien of alles optimaal werkt voor het daadwerkelijk vliegen. Oké, nou de kist is inmiddels naar hangar 11 gereden. Hier wordt hij nog een keer aangezet en worden de motoren aangezet om te kijken of alles goed loopt. En daarvoor moet wel even de voorbescherming in. Nou, ik wist niet dat er zoveel kwam kijken bij een C-check. Ik ben wel gerustgesteld, want alles gaat er heel veilig en secuur aan toe. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken, te delen en te abonneren. En dan zien wij elkaar weer de volgende keer. Doei!